Welkom bij weer een nieuwe aflevering reageren op Kamp van Koningsbrugge. En voor de mensen die net invallen, ik ben Isabel, ik ben zelf voormalig topsporter, ik ben psycholoog en ik kijk op een iets andere manier naar dit programma. En ik zal een aantal beelden uitlichten en vertellen wat mij opvalt en ook de lessen daaruit delen, zodat jij die ook weer kan toepassen op je dagelijkse leven. Dus kijk vooral even met me mee en kijk ook wat je er voor jezelf uit kan halen. Aan het begin van deze aflevering moeten de deelnemers een hoogteparcours afleggen. En ze worden dan geconfronteerd met de emotie angst. En op het moment dat jij in die angst zit, dan ga je vaak in je emotionele brein en kom je uit je rationele brein, waardoor je minder goed kan nadenken. En sneller fouten gaat maken omdat je afgeleid raakt van de taak waar je mee bezig zou moeten zijn. Dus je hebt je taak waar je op zou moeten focussen. En dan heb je verschillende fases van afleiding. Vergelijk bijvoorbeeld met de topsport. Stel, jij bent Ronaldo en je staat spits en je bent bezig met de wedstrijd. Op het moment dat jij focus hebt, dan ben je bezig met de bal, ben je bezig met het goal, met de andere spelers. Raak je een klein beetje afgeleid, dan ben je bezig met wat het publiek aan het schreeuwen is. Wat er misschien in de eerste helft is gebeurd, terwijl je in de tweede helft aan het spelen bent. En raak je nog verder afgeleid, dan ben je bezig met vragen als, ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Waarom ben ik hier? Dan ben je al te ver afgeleid en is het heel moeilijk om weer terug te gaan naar die ene taak. En een van de deelnemers wordt daarom ook aangesproken, omdat ze daarbij hebben gezien dat deze deelnemer, namelijk Mo, onder druk snel afgeleid raakt. Mo, al je sensoren moeten hier aanstaan. Dus het is geen onvermogen, het is niet dat hij niet weet wat hij moet doen, maar dusdanig afgeleid is door die angst, dat hij dat even compleet vergeet. Kom tussen de lijnen in, Sander. Oké, ja. Waar moet je staan? Tussen de lijnen. Tussen de lijnen. Nu sta je er buiten. Oh, ja, oké. Sta je nu tussen de lijnen, Mo? Ja, nee, sorry. Mo. Alle deelnemers gaan enerzijds hetzelfde om met angst en anderzijds ook weer verschillend. Sommigen die hebben een extra zetje nodig om in die angst te komen. Dat is ook de reden dat de instructeur vraagt of de deelnemers nog even over hun schouder willen kijken. Om te zien hoe hoog het is en om dan te testen hoe ze daarmee omgaan. Een van de deelnemers die lacht het eigenlijk weg. Nee, dit is de wand. Dit ben je. Waarom lach je? Oh, dit is heftig. Als het gaat om kwetsbare emoties, dan zijn er mensen die daar een andere emotie voor zetten. Dus een kwetsbare emotie kan bijvoorbeeld zijn verdriet. En in plaats van dat we dan tranen laten zien, zou je daar je eigen boosheid voor kunnen zetten. Of in dit geval ben je heel erg bang, maar in plaats van dat je dat uitspreekt van, oh, ik vind het eigenlijk wel heel spannend, ga je lachen om dat te verbloemen. En dat heeft vaak te maken met het ego. Dat ego dat wil er altijd goed uitzien. Dus we gaan niet zeggen dat we een kwetsbare emotie hebben, maar we gaan ons wat groter maken dan dat we zijn. Wat ik ook mooi vind van deze scène is dat later Ray gaat praten met deze deelnemer, terwijl hij bungelt aan dat draadje tijdens de opdracht. En dat benoemt Ray ook, eindelijk hebben we een gesprek op niveau. We voeren nu eindelijk een keer een gesprek op niveau. Ja. Enerzijds kan het natuurlijk duiden op de hoogte waarop ze zitten, maar ik denk niet dat hij dat bedoelt. Hij bedoelt dat het ego van deze deelnemer eventjes super zichtbaar is, dat hij dat misschien even aan de kant heeft kunnen zetten en de echte ik laat zien. Namelijk de ik die wel bang is, die ook kwetsbaar kan zijn. Ja, naast het een andere emotie zetten voor de emotie die er eigenlijk is, kan je ook de emotie onderdrukken. Door te zeggen, nee hoor, dit doet mij helemaal niks. Ik ben niet verdrietig, ik ben niet boos, of in dit geval, ik ben niet bang. Ik ken geen angst en ik ga aan iedereen laten zien dat ik geen angst ken. Ik ken geen angst in het leven. En of je de emotie nou groter maakt dan die is, of je er nou een andere emotie voor zet, of dat je hem gaat onderdrukken, het helpt allemaal niet. Stoppen met trillen van je benen. Ja, ga door. Niet naar mij kijken. Ik kan wel niks meer voor je betekenen. Het doel van gevoelens is om even gevoeld te worden, om er even het te herkennen, te erkennen en het vervolgens los te laten.
Je ziet ook bij de deelnemers die het lukt om er op die manier mee om te gaan, dat die de opdracht het beste volbrengen. Naast dat de deelnemers die hoogte moesten afleggen, moesten ze ook nog een code onthouden. En wat ik net al aangaf, op het moment dat je in dat angstbrein zit, dan werkt het rationele brein niet zo goed meer. Dus dan zie je ook dat de meeste deelnemers die code niet hebben onthouden. Waar ga ik ze naartoe laten komen? Maar een beetje van niks, want de coördinaten heb je niet onthouden. Dat was het doel. Zijn we een bom opgooien nu? Niet met alle zekerheid, nee. En het is niet erg om fouten te maken. Alleen als je een fout hebt gemaakt, dan wil je dat wel toegeven. Dan wil je niet die fout gaan verbloemen en doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Ja, je klopt geen reet van. Je zit helemaal niet goed. Laat het coördinatie zien als je doet. Het scheelt een paar duizend kilometer. Hoor. Ja, nee. Hier moet je dus niet om lachen. Hier gaat dit werk over. Stel bijvoorbeeld in de topsport dat jij een fout hebt gemaakt. En je blijft glashard ontkennen dat jij die fout hebt gemaakt. Dan kan het zo zijn dat je daardoor nog meer straf gaat krijgen. Dus laten we het voetbal weer even als voorbeeld nemen. Stel je hebt een andere speler onderuit geschopt. En je zegt dat heb ik niet gedaan. Het was zijn schuld. En je gaat in discussie met de scheids. Dan kan het zijn dat je geen gele maar een rode kaart krijgt. In plaats van dat jij je excuses aanbiedt aan de andere speler. Hem overeind helpt en weer doorgegaan met het spel. En zo is dat natuurlijk ook in het werk van Defensie. Als jij je fouten niet kan toegeven en je laat je hele team meegaan in die fout, dan kan dat echt wel een verschil betekenen tussen leven of dood. En daarom wordt Ray ook zo kwaad op het moment dat een van de deelnemers doet alsof hij het wel weet. De andere deelnemers die geven wel toe dat ze het allesbehalve zeker weten. Dan krijgen de deelnemers de bijna onmogelijke opdracht om een ton van 125 kilo met een paar balken, twee wielen en wat touwen te gaan verplaatsen. En de deelnemers die tot nu toe een beetje op de achtergrond waren, die krijgen in dit geval de leiding. Om te zien of zij op de achtergrond waren omdat zij het niet konden vanwege een stukje onvermogen. Of dat ze het wel konden, maar nou ja, die leiding niet pakken. En als ze die leiding dan krijgen, dat ze kunnen laten zien hoe goed ze dat kunnen. Laten we even kijken hoe het met een van de eerste leiders gaat. Die speling heeft geen vastheid. Mijn kat die komt ook even erbij voor de analyse. Maar als we kijken naar de verschillende vormen van leiderschap, dan kan jij op verschillende manieren leiderschap geven. Een van de manieren is om het team aan te sturen en zelf in een afstandje mee te kijken. Dus jij loopt niet voorop en je hoopt dat de rest er achteraan komt, maar je loopt eigenlijk achteraan en je duwt de rest mee. Nu zie je bij het team dat Mo de leiderschap heeft overgenomen. Dus hij geeft aan wat er allemaal moet gebeuren en hij loopt zelf voorop en hij probeert de rest mee te sleuren door heel hard te roepen. Ik wil het tegen elkaar aan. Ik wil het tegen elkaar aan. Ja? Wielen? Met elkaar vastbinden. Taal. Wielen kun je niet vastbinden. Hey Mark, hoe ga je wielen aan elkaar vastbinden? Ja, kijk. Nee, dan draait hij niet, jongen. Jawel. Als je één hier, dan blijft één keer draaien. Dus dan heb je twee wielen. Net een Mercedes, die heeft ook twee wielen. En je ziet ook dat de rest niet helemaal mee is. Ze geloven er niet in, maar ze doen het wel wegens gebrek aan een betere leider. Dus ze benoemen ook letterlijk, Mo, wat je zegt, dat kan helemaal niet. Dat werkt niet zo. En hij moet gewoon, jawel, geen probleem, we gaan dit doen. En ze gaan daar ook nog in mee. Nou, in het andere team gaat het er wat anders aan toe. En wat Midas goed doet, is dat hij de opdracht in verschillende taken opdeelt. En iedereen een eigen opdrachtgever, waardoor het heel helder is wie wat moet doen. En hij helpt zelf wel mee, maar heeft niet de overhand. Hij wil niet alles zelf doen en hoopt dat het team met hem meegaat. Alleen waar zij wel tegenaan lopen, is een stukje perfectionisme. Als je er omheen staat en dan staat te kijken, hè, met allemaal slimme oplossingen, hoe het allemaal nog beter kan. En minder wrijving, en minder speling, een beter knoopje, een beter ditje, een beter datje. Dan ben je daar nooit op tijd. Nee, kom. En ze vertellen zichzelf dat als het perfect is, dat ze dan pas in actie gaan komen. En daarin corrigeert Rezen, want als je gaat wachten tot het perfecte moment, dat gaat er eigenlijk niet komen. Dus op het moment dat het voor 60%, 70% goed is, dan is het goed genoeg. Er gaat geen moment komen waarin jouw perfectionisme denkt, ja, nu is het fantastisch, nu kunnen we in beweging komen. Dat is namelijk een vorm van uitstelgedrag. Want als je maar wacht op dat betere moment, dan hoef je nu niet toe te geven dat sommige dingen nog niet optimaal waren.
Maar het is wel belangrijk om in beweging te komen, omdat je dan tegen dingen aan gaat lopen. En dat de volgende keren kan verbeteren. Misschien is dat in deze opdracht niet relevant, maar voor jou kan het wel heel relevant zijn. En wie weet dat je denkt, oké, ik zou wel meer willen bewegen, maar er is bijvoorbeeld een lockdown. Of het is geen goed weer. Of je gaat verhuizen. En dan ga je wachten tot het perfecte moment om in beweging te komen. Terwijl je letterlijk nu kan besluiten om de deur uit te lopen en een rondje te gaan wandelen buiten. Ook al is dat niet de optimale beweging. Dus stop met het uitstellen en stop met het wachten op het perfecte moment. Alles wat je nu doet is al meer dan je tot nu toe hebt gedaan. Nou, op een gegeven moment is Ray er klaar mee dat bij het team wat inmiddels onder leiding is van Mo het niet wil opschieten. Dus in plaats van dat ze nog langer mogen aanmodderen, zegt hij, til het op en we gaan voorwaarts. En hij vergelijkt het met een padvindersclub. Dit gevoel, dat keer 10, dat was de bedoeling. Verdomme, geen padvindersclub hier. 10 meter verder, 2 uur verder. Wat denk je? En ik sprak met Ray over deze scène en hij zei dat hij best wel veel negatieve feedback had gehad van padvinders. En ik heb zelf vroeger ook op scouting gezeten. En wij deden dit soort dingen, en niet dit soort dingen precies ook, maar wij maakten wel zelf tafels van houten palen met touw erop. En elke keer als je knoop niet goed was, kon je hem weer opnieuw doen. Net zolang tot hij goed genoeg was. Alleen, we kunnen het werk van de padvinders niet vergelijken met het werk van de commando's. En dat is ook wat hij bedoelt. Het is geen padvindersclub, het zijn de commando's. En dat is niet negatief bedoeld naar de padvinders, dat is niet positief bedoeld naar de commando's. Het zegt niet dat het ene beter is dan het ander, het zegt alleen dat het anders is. De opdracht is afgelopen en de staf is er klaar mee. Dus zij zeggen, pak al je rotzooi en sjouw het weer terug naar waar het vandaan komt. En een van de deelnemers die letterlijk alles op haar schouders probeert te nemen is Arafni. Dus ze wordt omgewikkeld met touwen, ze krijgt 2 palen in haar hand en zij geeft echt 200% om die spullen terug te krijgen. Waarschijnlijk symboliseert dit ook hoe ze dingen in het dagelijkse leven doet. Dat ze altijd zegt, ja hoor, kom maar, het kan er nog wel bij, het komt wel goed. Terwijl ze eigenlijk over de grenzen aan het gaan is. En ze geeft die grenzen niet aan. Er wordt om gevraagd bij haar, op een gegeven moment als 2 andere deelnemers aan het rusten zijn, wat vind je er nou van? Arafni, wat vind jij daarvan? Wat vind jij daar nou van? Wat kan jij hier nou van leren? Enerzijds in het werk van de commando's wil je 200% geven en wil je niet inhouden. Dat zag je bij Dwayne eerder in het programma, die ging zich inhouden en dat was de reden dat hij naar huis werd gestuurd. Maar als je als team bent, wil je ook gaan kijken hoe kunnen we de taken binnen het team op een, nou ja, niet helemaal gelijk, maar op een eerlijke manier verdelen. En op het moment dat jij het idee hebt dat er over grenzen wordt gegaan, geef die grenzen dan ook aan. Wacht niet tot iemand anders zegt, joh, is dit toevallig over je grens? Want in dit programma doen ze dat wel, maar in het dagelijkse leven, als jij geen tegengas geeft, dan gaan ze gewoon lekker door. Tot slot is er in het programma ruimte voor evaluatie. Dus alle deelnemers die komen bij de staf en die krijgen feedback van de staf. En enerzijds is de feedback behoorlijk negatief. Ze zeggen waar het op staat, ze confronteren. Maar anderzijds is de feedback ook onwijs positief. En wat zie je nu bij de deelnemers is dat het negatieve veel beter blijft hangen dan het positieve. Ik wist wat ik kon verwachten. Laat me het zo zeggen. Weet je, ik weet waar ik goed in ben en waar ik niet goed in ben. En ik ben aangesproken op de dingen die ik niet goed heb gedaan. En daar ben ik gewoon heel erg bewust van. Maar vertel eens, wat voor... En dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat we gemiddeld gezien bij 1 negatieve reactie, 10 positieve reacties er tegenover nodig hebben om het weer in balans te krijgen. Terwijl, als we naar de deelnemers kijken, dan, zoals ik het in ieder geval zie, hoe ze dat gemonteerd hebben, denk ik, nou, zij zeggen zowel positieve dingen als negatieve dingen, dan moet je ook kijken naar hetgene wat goed gaat. Dus wat kan jij nou hiervan leren? Ga niet alleen kijken naar welke dingen er tegen zitten in het leven, maar ook welke dingen je supergoed doet. Als topsporter ga ik niet focussen alleen maar op wat er niet goed gaat, want daardoor ga ik niet presteren op de toppen van mijn kunnen. Ik kom zelf uit het powerliften en ik was heel goed in bankdrukken. Dus dan ga ik niet kijken naar wat er allemaal niet goed gaat bij andere oefeningen.
Ook natuurlijk, maar ik ga ook heel erg focussen op, oké, ik ben heel goed in bankdrukken. Hoe kan ik dit nog beter gaan doen? Dus focus niet alleen op wat er minder goed gaat, maar ga ook je kracht uitbuiten, zodat je gaat uitblinken ten opzichte van de rest. Dankjewel weer voor het kijken naar deze aflevering. Vond je het leuk? Abonneer je even op mijn kanaal. Doe even een duimpje omhoog en plaats een reactie. En wil je weten hoe het met jouw topsportmentaliteit zit? Doe dan even mijn gratis test. Binnen 2 minuten weet je precies op 4 verschillende fronten hoe het met jouw mindset zit. En dan kan je ook daaraan gaan werken.